Tony Brouwer. Goedemorgen. Fluiten. Dat klopt. Goeie schoenen. Goeie schoenen, ja. Bergschoenen. Laten we het over je auto hebben. Laten we het allemaal over hebben, ja. Hé, hey, een R85. Ja. Maar het eerste wat opvalt is een batterij Scania's die hier op je dashboard staan. Ja. Ik neem niet aan dat je daarmee rijdt. Die staan er nu voor de sier, neem ik aan. Nee. Maar vertel even het verhaal over deze vier mooie Scania's. Ja, mijn vader is gewoon boer in principe, die melkt koeien. En die heeft voor de hobby die oude Scania's helemaal opgeknapt. En vandaar dat ook deze kleuren erop zijn gekomen. Een soort van eerbetoon aan mijn vaders. Had je vader een transportbedrijf? Nee, nooit gehad. Hij heeft deze gewoon voor de lol? Ja, voor de hobby, ja. Wat zijn het voor? Ja, allemaal Scania's en dan op het rijtje af. 140, 141, 142. Ja, een beetje uit de hand gelopen denk ik bij die meeste man. Maar wel een leuke hobby natuurlijk. En dat heeft jou geïnspireerd om deze kleur te maken? Ja, om die ouderwetse kleuren erop te zetten, ja. Is gelukt, hè? Het was een hele wedstrijd, maar het is wel gelukt, denk ik, ja. Het is een V8. Ja. Het is een 4-assen. Ja. En er zit een bakje achterop. Een bakje achterop, ja, dat is het eigenlijk. En een kraantje. Wat voor werk doe je ermee? Nou, het is vooral veel hovenierswerk, hand- en spandiensten en asfaltwerk. Maar vooral bouwrijwerk is het eigenlijk, ja. En allemaal in de omgeving van Utrecht? Ja. Ja, eigenlijk overal wel. Ik zit nu ook veel in het sporenwerk. En dan kom je wel door het hele land heen. Ja, je kan alle kanten op met deze auto. Ja. Hey, en een indrukwekkende kraan erop. Dat was nogal lastig om hem te plaatsen. Vooral aan de andere kant volgens mij niet. Of aan deze kant ook lastig? Nou ja, aan de andere kant. Dat is leuk zo'n 8-cilinder. Maar tegenwoordig hele grote uitlaatdempers natuurlijk. Dus dat moest allemaal even verbouwd worden. En dat is wel een beetje een wedstrijd geweest. Maar hij zit erop en een hele fijne machine dit, ja. Maar je tank, heb je de tank ook aangepast? Ja, tank verplaatst en een hap eruit gehaald, zeg maar. Terwijl met alle geweld die steunpoten recht naar beneden. Anders kun je ze omhoog klappen, want dit werkt gewoon veel sneller. Dus dat is een heel hoop aanpassingswerk, maar het is wel gelukt. Het is een afzetbak, hè? Want je hebt een haakarm. Ja. Je hebt meerdere bakken. Ja. Zijn ze allemaal zo strak? Nou, die anderen zijn allemaal werkbakken, die staan allemaal bij hoveniers en zo. En die rijden nog eens met shovels tegenaan, dus die zijn gewoon zwart. Deze bak zit er eigenlijk het meeste tijd op, dus dit is gewoon mijn werkbak. Ik ken alle kanten mee op. Ja. En dan hebben we overal die slangen. Dat is voor de bediening? Ja, nou ja, binnen wordt alles bediend. Maar het is allemaal niet zo weggewerkt, die slangen, omdat het voor als het kapot gaat, dan kan het ook snel gerepareerd worden. Je maakt duidelijk een compromis tussen heel mooi en heel efficiënt. Ja, dat is wel het idee geweest, ja, met dat ding, ja. Maar je kan alles dus bedienen vanuit die cabine? Ja. Hij kan kiepen? Kiepen, zijluik open, dakluik open. Dat doe je allemaal vanaf binnen? Ja, en dat kan bij deze ook vanaf de kraan. Oh, oké. Okay. Ik heb hier extra bedieningshendeltjes gemaakt om de haakarm te bedienen. Oké. Zo makkelijk in het werk, zeg maar. Zullen we er even omheen lopen? Ja. Nou, een koppeling, en dat snap ik, want hij moet eraf kunnen. Ja. Slim van jou, hè? Lijkt net of ik er verstand van heb, hè? Ja. Ik vind hem mooi. Hij is compact en hij is strak. Ja. Ben je er trots op? Ik ben er heel trots op, ja. En heel veel hulp gehad natuurlijk met die jongens met die oude auto. Om hem rijden te houden. Succes ermee. Dankjewel. Het gaat helemaal goed komen. De verkiezing van de mooiste truck van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door... Euromaster. BF Goodrich. Real tires for real truckers.